Op het stationsplein van Schiphol worden dagelijks honderden auto's geparkeerd. En dit aantal neemt nog steeds toe. Het was in de laatste tijd haast onmogelijk geworden om tussen de lange rijen bumper aan bumper staande auto's nog een plaatsje te vinden. Want sommigen lieten hun wagen er uren en soms zelfs dagenlang staan. Om dit probleem tot een oplossing te brengen, is de directie nu overgegaan tot het plaatsen van parkeermeters. 36 van deze meters, geplaatst tegenover de aankomst- en vertrekhal, zijn thans in gebruik. Het zullen er 70 worden. Voor 1, 2, 3 of 4 dubbeltjes kan men respectievelijk een half uur, een uur, anderhalf uur of maximaal 2 uur van de betrokken parkeerruimte gebruik maken. Op het verstrijken van de toegestane parkeertijd wordt een strenge controle uitgeoefend door de politie van de luchthaven. De verschijning van een rode bal in de plastic kop van het meterhuis geeft aan dat de parkeertijd verbruikt is. Wie zondigt, krijgt nu nog een waarschuwing, maar gaat straks onverbiddelijk op de bon. Want er moet op Schiphol hoognodig ruimte komen voor de mensen die er maar kort moeten zijn.